Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 11 september 2016. Dit is het bulletin van zondag. Today's bulletin, as an exception, will be in Dutch only. Vandaag was de ballonvoorzicht. Bij deze uitzending hebben we twee SSTV-afbeeldingen in PD50 met daarop beelden van de start van de ballonvoorzicht. Met dank aan en op deze repeater bekende amateur die me de plaatjes stuurde. Tussen beide foto's in is weer het bekende HI in Morse te horen om je de tijd te geven om eventueel te schakelen. Vandaag alleen een mondeling verslag van de jacht, deels opgetekend van de website ballonvossenjacht.nl en deels van wat ik in de ether hoorde. Morgen is er ook een korte impressie met wat geluidsopname. Dit jaar trok de ballonjacht nog weer meer deelnemers. Vandaag deden er zelfs 46 teams mee. De 38e ballonvossenjacht begon keurig op tijd. Er was een experiment dat mogelijk was vanwege het rustige weer. De payload van de ballon hing dit jaar maar liefst 42 meter onder de ballon. Volgens berekeningen van het KNMI zal dit zorgen voor extra stabiele camerabeelden. Na ongeveer 25 minuten na de start bevond de ballon zich op 4,5 kilometer hoogte. Nog steeds dichtbij boven de omgeving van Den Dolder. De ATV-beelden kwamen op de verschillende streams uitermate goed door. Al snel waren er wat wolkjes te zien en later bevond de ballon zich boven de wolken die deels gebroken waren, waardoor er nog steeds regelmatig goed zichtbare grote stukken land voorbij trokken. De drukte op de FM-transponder van 70 centimeter naar 2 meter begon inmiddels immense vormen aan te nemen. Met de drukte laten veel mensen ook het decorum varen en de operating practice was zeker regelmatig goed, maar bij tijd en wijle ook een stuk minder. Positief was daarbij dat eigenlijk niemand zich daardoor van de wijs liet brengen. Na 45 minuten bevond de ballon zich inmiddels op 12 kilometer hoogte. Na 55 minuten was dat al 16 kilometer. De ballon bewoog zich toen noordoostelijk in de richting van Nijkerk, boven het hoofd van ondergetekende langs dus. Na een uur en 5 minuten was de ballon op 18 kilometer hoogte aanbeland, nog steeds richting ongeveer noord-noordoostelijk bewegend. Na een uur en 15 minuten minderde de ballon vaart en bleef op 23,5 kilometer hoogte in de buurt van Nijkerk rondhangen. Na anderhalf uur was dat op 28 kilometer hoogte in de driehoek tussen Putten, Amersfoort en Voorthuizen in. Na een uur en 35 minuten knapte de ballon op een hoogte van 30,6 kilometer. 10 minuten later was dat al 24 kilometer geworden en na nog 10 minuten was dat 12 kilometer. Vanaf die hoogte slaagde een Deens station OZ7 MHZ er nog wel in over de transponder heen te komen. Om 15.22 uur kwam de ballon op de grond terecht. Dit bleek in het plaatsje Hierde nabij Harderwijk te zijn. De top 3 van de eerste binnenkomers waren als eerste Berry PB4PT en Ron PA3DAM samen met Peter en met Ralf PA1RP. Nummer 2 was François PA1JFR en Vincent PA3FQX. Nummer 3, Wil, PA8W en Tony PA0TGA. Ja, het was weer een geweldig festijn. Ik heb in elk geval genoten van het meeluisteren.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.